zijn hier op de zandverstuiving in Hulshorst. Zoals je al hier zit, ja, is het gewoon een prachtige plek. Hele mooie natuur. Maar voor mij heeft het ook nog een paar andere redenen waarom deze plek zo bijzonder voor mij is. Waarom? Nou, allereerst, ik ben chronisch ziek. En ik heb een hersentumor, heb heel veel meegemaakt. En nu is mijn leven er goed, dat wel, maar wel met ups en downs. Soms gaat het supergoed, soms gaat het even iets minder. En als ik even in zo'n periode zit waarin het wat minder gaat, en ik verdrietig ben, en verstopt ben, dan zoek ik vaak de stilte op. En dat kan hier. Ik kom hier heel vaak tot rust. En soms ben ik heel druk met de stad. Het wil allemaal even niet meer, maar dan ga ik hier zitten. En ik word gewoon geraakt door de natuur. En er verandert gewoon iets in mijn denken, in mijn hart. En ik word automatisch gewoon rustig. Ja. En ook bidden met God. En soms voelt het ook echt alsof hij terugpraat. Als je hier zit en je kijkt, wat zie jij? Het voelt alsof je heel ver weg bent. Dit is een mini stukje Afrika. Ja. 1 kilometer van jouw huis. 1 kilometer. Dat is toch prachtig. Ja.